Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met een lage drukgebied boven het noordoosten van Nederland, trekt langzaam naar het noorden van Duitsland en zorgt bij ons voor een noordelijke aanvoer van wolken en buien. Maar de zon breekt vanochtend ook af en toe door. De buienactiviteit neemt in de middag toe en dan kan het hagelen, onweren en er is ook kans op natte sneeuw. En tijdens een hagelbui kan het lokaal glad zijn. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 8 tot 9 graden. Vanavond komt er meer bewolking aan vanuit het noorden. Landinwaarts wordt het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur gaat vanavond dalen naar 6 of 7 graden. En morgen hebben we opnieuw een wisselvallige dag met wolken, wat zon en een aantal buien met een winters karakter. En in de middag wordt het 10 of 11 graden bij een stevige wind vanuit het westen. Vrijdag is ook wisselvallig met wolken en van tijd tot tijd regen en dan wordt het 11 of 12 graden en waait een stevige zuidwestelijke wind. Ook in het weekend is het wisselvallig met wolken, buien en ook wat ruimte voor de zon. Maar de temperatuur gaat geleidelijk aan iets omhoog naar 11 tot 13 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.